Fizzy. Ik ben Sjan Hofman. Niek Mollen. Ja, dan moeten we dat nu al zeggen. Nee, ja, maar nu zijn maar we natuurlijk... Ja, dat zijn we al... Dit is eigenlijk ons alter ego, hè? Ja, ja, ja. Dit is wel, eigenlijk, hè? Ons alter ego. Ja, weet je... Zullen we dan nu maar eigenlijk onthullen wie we zijn, nou? Ja, de deurzakkers, toch? De deurzakkers. Ja, normaal gesproken zijn we de deurzakkers, maar voor carnaval uit Almelo... Nee, normaal gesproken zijn wij... De? Bottleneck rockers. Kijk, daar komt de waarheid, jongens. We zijn het echt. Schrik niet. Schrik niet. We zijn het echt. Dus ik ga weg. Ja, en wij hebben een carnavalsnummer gemaakt, Michel. Ik heb verkeering met mijn aanstaande ex. Het is niet voor de liefde, alleen maar voor de seks. Ik heb verkeering. Eigenlijk was het meer een geintje. Maar vertel hoe het gebeurde. Vertel jij maar eens hoe het gebeurd is. Een klein stukje, vul jij aan, hè? Ja, is goed. Nou, we waren aan een optreden gehad bij, met Bottleneck Rockers. We reden op terugweg, zaten de oude hoeren zoals we normaal altijd doen. En toen kregen we het op een gegeven moment over vrouwen. Dat is het favoriete onderwerp van Niek. Maar goed, op een gegeven moment maakte ik een opmerking van, nou, ja, ja, verkeering met de aanstaande ex. Waarop Niek gelijk zei van, ja, het gaat meer om de seks dan om liefde. En dat werd eigenlijk meer om de liefde dan om de seks. En toen ging ik een beetje door. Het is eigenlijk wel leuk om op te nemen. Maar ja, we hebben hier een studio, dus een paar dagen later had Niek de tekst erbij geschreven. Ik de muziek wat aangepast. En ja, Harry erbij gehaald, een vaste engineer hier bij JB Studio. Nummer opgenomen en ja, dat was eigenlijk wel best wel gaaf. En toen dachten we, nou ja, ik wil toch wel iets mee gaan doen. Ja, de grap is natuurlijk eigenlijk dat we... Ja, wij zitten altijd met optredens, zitten we altijd met elkaar met z'n tweetjes in de bus. Ja, en dat grapje eigenlijk is eigenlijk ontstaan in de bus. Dus we lagen eigenlijk helemaal dubbel van het lachen in de bus. Door de opmerking die Sean maakte betreft, ja, het leek wel, als ik een relatie krijg, dan leek wel meteen al mijn aanstaande ex. Het gaat meteen weer fout. Dus daardoor is dat grapje eigenlijk ontstaan en toen lagen we dus helemaal bloof van het lachen. En toen is dit nummer is een beetje vorm gekregen en toen hebben we het opgenomen. En dat was eigenlijk meteen zo grappig. Ja, dat opnemen ook in een deuk gelegen. Dus ja. Natuurlijk iets wat wij normaal gesproken nooit doen, we nemen serieuze cd's op. Nou ja, serieus. Ja, we doen een poging. Ja. Ja, we doen het. Het leuke is dat we daar een jaar mee bezig zijn geweest. De cd is net uit, Bottleneck Rockers. Dus mensen bij interesse, laat even weten. Dit ging zo snel. Ja, hier was weinig tijd voor nodig. Ja, er was weinig tijd voor nodig. Dus we gaan meer gekkigheid doen waarschijnlijk onder ooit. Weer, als het weer eens kerst is of Pasen. Iets met een paashaas, kun je ook weer iets verzinnen. Ja, 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 iets voor de paashaas is ook leuk. Ja, 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 iets schrijven voor de paashaas. Ja, ja, ja. Maar duw ik als John naar, dat is natuurlijk wel even een ding geworden nu. Dus ik denk dat we nu onszelf wel verplicht zijn om volgend jaar toch ook weer met een nieuw nummer te komen. En een mooie zomerrit. Een mooie zomerrit. Ja, 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 Ben en Ruud. Ben en Ruud niveau. Is dat iets? Ja, ik zie al een clipje voor mij met, laat ik maar niet zeggen.